Goedemorgen, u kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza.nl. Het is tamelijk bewolkt boven Nederland en dat hebben we allemaal te danken aan een storing die vandaag over het land gaat trekken. Daarbij gaat het vooral in het noordwesten een flink regenen. In het oosten is er eerst nog zon en loopt de temperatuur eerst nog op naar zomerse waarden, maar uiteindelijk gaan daar vanmiddag ook een aantal buien vallen. Vanmiddag in het noordwesten dus een flinke regenval, plaatselijk ook grote hoeveelheden, misschien wel meer dan 30 mm. In het oosten en zuidoosten kunnen dan buien gaan ontstaan, mogelijk ook met onweerhagel en lokaal ook windstoten. Vanavond trekt die regen dan steeds verder naar het oosten. In het zuidoosten kan nog altijd een klap onweer voorkomen. De temperatuur is dan inmiddels eigenlijk overal wel onder of rond de 20 graden gedaald. Morgen hebben we dan eerst de regen. In de loop van de dag dan wordt het op steeds meer plaatsen droog en gaat ook de zon steeds vaker schijnen. De temperatuur komt dan een stuk lager uit dan de afgelopen dagen met zo'n 18 of 19 graden. Ook in de dagen daarna wisselvallig, vooral elke keer in de middagperiode een aantal buien, tussendoor ook wat zon en temperaturen die uitkomen op zo'n 18 of 19 graden. Mijn naam is Wilfred Janssen voor Weerplaza.nl.